Het parlement heeft vandaag de wet Nationaal Woningbouwfonds in commissieverband in behandeling genomen. De wet is ingediend door DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons, minister André Misikaba en parlementariër Ousmane Wangsa-Besari. Minister Gilmore Hoefdraad, die een inleiding gaf over de wet, benadrukte het belang van betaalbare woningen voor elke Surinamer. Goede en betaalbare sociale woningbouw wordt nog in onvoldoende mate gerealiseerd en valt te vaak buiten het financiële bereik van huishoudens met een laag inkomen. Tevens worden de bestaande ongelijkheden tussen de sociale en commerciële woningbouwsector in snel tempo groter, waardoor bedoelde inkomensgroepen verder in problemen dreigen te geraken. De door de banken in bepaalde gevallen geboden mogelijkheden om via de kasreserveregeling woningbouwkredieten tegen lagere rente beschikbaar te stellen vormen zeker een belangrijke bijdrage in deze. Echter is zulks nog onvoldoende voor een structurele aanpak van het financieringsprobleem. Volgens deze wet ligt de individuele inkomenssituatie van de aanvrager steeds ten grondslag aan de financiering door het fonds. VHP-parlementariër Aziz Gayadin vindt dat fondsen administratieve barrières hebben en moeilijk beheersbaar zijn. We hebben aan de ene kant, en terecht, het gaat om verschillende doelgroepen. Ja, gaat u even verder, omdat u eigenlijk eerst een heel punt van orde heeft gemaakt. Dus gaat u nu uw vraag stellen. Ja, voorzitter, bedankt. Voorzitter, het ging erom dat aan de ene kant, we weten dat het gaat om twee verschillende doelgroepen, wat we vanuit de twee wetten proberen te benaderen. Maar u weet, mijn zorgpunt is het instellen van verschillende fondsen werkt niet alleen administratieve barrières mee. Maar ook nog het voeren van beheer. Als we kijken bijvoorbeeld dat 0,5% van nog naar garantiefonds moet gaan. Dus al die zaken brengen juist kostenverhogingen. Dus oppositielid Aziz Gayadin was dat vandaag tijdens de behandeling van de wet Nationaal Woningbouwfonds in commissieverband.